Uit twee containers bestaat de mobiele communicatieeenheid die door de staatsdrukkerij werd ontwikkeld. Een van de containers is bedoeld als informatie- en lescentrum, waarin onder andere films vertoond kunnen worden en waarin bijvoorbeeld een bibliotheek kan worden ondergebracht. De andere container herbergt een complete drukkerij. Beide kunnen ze door een truck naar iedere gewenste plaats getransporteerd worden. Daar aangekomen worden ze op stalen poten gezet waarna de auto kan wegrijden. Het idee voor zo'n communicatielaboratorium is uitgegaan van het Nederlandse ministerie voor ontwikkelingssamenwerking. De eerste mobiele eenheden die nog op een buschassis gemonteerd waren, werden ter beschikking gesteld van Iran en Indonesië. Daarna kwam de combinatie van vrachtwagen en containers. Deze is bestemd voor communicatieonderzoek in Colombia. In de offsetdrukkerij zullen kranten, boekjes en folders gedrukt worden, bestemd voor verspreiding onder de vaak zeer geïsoleerd levende plattelandsbevolking. Men hoopt te kunnen vaststellen of deze wijze van communicatie geschikt is om de bewoners van afgelegen gebieden te informeren over ontwikkelingsprojecten bijvoorbeeld die in hun streek worden uitgevoerd, zodat ze de doelstellingen daarvan beter begrijpen en beter in hun eigen ontwikkeling kunnen participeren. Behalve aan Colombia zal Nederland in de naaste toekomst voor hetzelfde doel een verplaatsbaar communicatielaboratorium ter beschikking stellen van Kenia.